ding is, waar Peter stoked over was op de E3 persconferentie van EA, dan is het eigenlijk gewoon Star Wars Battlefront. Want er komt een VR-missie aan. Het is Star Wars Battlefront Rogue One X-Wing VR Mission. De langste naam ooit. En het is een VR-missie voor de PlayStation VR in Star Wars Battlefront. Peet, we hebben hem hier achter mogen spelen. We hebben er nog een langere. Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords. Ja, Star Wars, The Old Republic en dan ook nog allemaal dingen erachteraan. Het zijn lange titels. Maar goed, hierachter hebben ze dus drie pots. We hebben het mogen ervaren. Praktisch de hele game. Ja, het was 15 minuutjes, denk ik. Ja. Het wordt uiteindelijk 20 minuten. Wat vond je ervan? Ik vond het beyond vet. Beyond vet? Echt, het is niet normaal. Dit was zo awesome. En het is niet de high action wat vet is. Het is de low action wat vet is. Het is kijk, je begint zeg maar als een soort van, hoe heet dat? Waar Clarkson zeg maar auto's omschrijft in, hoe heet die game? In Forza. In Forza, weet je. Dan zie je er een auto en die draait dan langzaam rond. Nou, nu begin je met je X-Wing en je kan er zelf niet rondlopen. Maar je kan zelf plekken kiezen waar jij staat. En dan zie je een plek ergens op zo'n lift. En dan ga je erop staan. Dan zie je je X-Wing vanaf links. Ja. En dan zie je vanaf rechts. En dan stap je erin. En vervolgens kijk je helemaal rond. En je hebt wat knopjes voor je. En je kan die knopjes indrukken en als je dat is zo vet, je hebt allemaal knopjes en je kunt allemaal doep, 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 doep. En het doet nu nog niks, maar ze gaan dus verzekeren dat de vleugels kunnen in en uit. En ze hebben al bevestigd dat ook de cockpit open kan straks. Dat je gewoon om je heen kijkt, je ziet je X-Wing S-foils in attack position gaan. Dat is zo vet. Ik hoorde ook met dat rondkijken bij de X-Wing, hoorde ik echt Jeremy Clarkson in mijn hoofd. Ja. It's the fastest spaceship. In the world. Alive. Alive. Ja, nee, maar oprecht. Maar goed, je hebt natuurlijk ook een actiegedeelte. Want ja, je kunt rondkijken. Ja, je kunt spelen met de knopjes. Maar goed, er was een actiegedeelte. Er is vlieginformatie. Er is schieten op X-Wings. Hoe is dat? Of schieten op TIE Fighters. Sorry, je bent zelf een X-Wing. Schieten op TIE Fighters. Nee, je gaat al te snel. Want vervolgens kom je dus in space. Je bent een beetje aan het rondvliegen. Een beetje aan het chillen. En vervolgens zeggen ze, oh, de Rebels komen. Je vriendjes. En daar waren gewoon een paar van die Rebel spaceships. En ik ging er maar echt omheen vliegen. En patrouilleren. En dan kijk je even naar boven. Als je er omheen vliegt zo. En het is, weet je, het is echt een experience. Het is kort. Het is een mission. Het is absoluut geen volledige game. Absoluut niet. Maar het doet wel heel goed. Je hebt ook een lichaam. Bijvoorbeeld Into the Deep heb je geen lichaam. Dat voelt zo weird. Dan kijk je naar beneden en dan zo van, oh, ik besta blijkbaar niet. Nee, blijkbaar. En nu heb je echt zo'n pak aan. Je kan op knopjes drukken. En je ziet je joystick. En ja, je gebruikt natuurlijk wel de controller in de game. Ja. Maar goed, als je die stuurt, je ziet wel dat die joystick ook alle kanten op gaat. Ja. En vervolgens moet je inderdaad, ga je met je vriendjes ga je ergens heen. Dan word je aangevallen door TIE Fighters en dan begint het gevecht. Dat kennen we uit first person vanuit gewoon Battlefront. Ja. Alleen, het is wel heel anders als je opeens zo kan kijken. En de achtervolgingen met een TIE Fighter zijn ook heel anders. Je ziet hem namelijk gewoon boven je vliegen en je denkt, ik ga er achteraan. Ja, precies. Je kunt gewoon om je heen kijken natuurlijk. Dat is heel simpel. Op een gegeven moment, spoiler alert, maar er komt zo'n Imperial Star Destroyer over je heen. En dat is wel heel erg machtig als je zoiets hebt van, wat is dat puntje bovenaan je scherm? En dan kijk je omhoog en oh, kut. Die heb ik helemaal niet gezien. Je hebt te veel naar beneden gekeken. Ah, oh, ik heb een pak aan. Oh, wat vet. Een knuppel in mijn hand. Ja, maar ik keek meer naar boven en ik zag een Imperial Star Destroyer. Dat is wel heel machtig om dat te ervaren in VR. En dat is ook het ding, weet je. Het is moeilijk te omschrijven aan jullie, want het is VR. Maar het is echt, je zit voor het eerst in je leven echt in een X-Wing cockpit. En het smaakt heel veel naar meer. Tom had alleen een beetje problemen met de snelheid. Ja, ik had één kanttekening en dat is wel dat je bent in space en er vliegen wat andere snelle spaceships rond. Maar daardoor mis ik heel erg het gevoel van, ja, je kunt sneller en langzamer, precies zoals we dat kennen van Battlefront, lock-on, schieten, alles. Ja, dat is dus het vliegen, ja, maar ik had niet het idee dat ik echt in een razendsnel spaceship zat en dat het echt wow was. Kom denk omdat je in space zit. Als dit op een planeet is, volgens mij word je dan helemaal gek. Je hebt geen referentiekader, dat is het ding. Je kunt, omdat alles snel is en voor de rest is het alleen maar nothingness, want dat is space, merk je niet zozeer dat je heel snel gaat, maar dat vond ik wel iets minder, ik kreeg er niet adrenaline van, maar ik had wel zoiets van, wow, dit is gewoon super vet. Ik ben een X-Wing piloot, man. Hoe dope is dat? En natuurlijk warp speed, hyperspeed, dat is, ja. Het smaakt naar meer. En het is ook zonde dat het een experience is. En niet een volledige game. Want dit wil je. Je wil meerdere vliegtuigen gaan unlocken. Net als in Rogue Squadron vroeger. Ja. Je wil beginnen met je X-Wing en later een Y-Wing en een B-Wing. En je wil dat, en misschien uiteindelijk de Millennium Falcon, Chewie inderdaad. Naast je zit. Dat wil je gewoon heel graag. En wat dat betreft is het zonde dat dit nog niet gaat zijn. Maar we krijgen wel een heel fijn eerste kennismaking met wat er kan in Star Wars en VR. Als je een PlayStation hebt, je wil die VR-headset gaan kopen. Je bent een Star Wars fan. Dit is een way to go. Koop dat. Laten we dit met z'n allen kopen. Want dan maken ze misschien gewoon een Rogue Squadron VR. En dan kunnen wij vredig sterven. Ja, ik kan niks meer. Daar is het gewoon. Dit is echt vet. Dit is oprecht heel gaaf, ja.